Henry, Als ik uh, puur kijk, hè, wat, wat de brand Henry en ook jouzelf als persoon in jouw mindset uh, draaien houdt. Um, wat is dan jouw slogan? The watch that you wear isn't for the time. It is to see that the wrist you are having, conceals the watch. That gives you the time. Ja, heel mooi, heel mooi. Ik begin smal. Weet je wel, ik heb in Warmer heb ik nu een, een loods gekocht. En dan begin ik gewoon. En daar zet ik gewoon een paar guys in die dat voor mij cheffen. Uh, en ik pay them wel, maar ik ben er ook elke ochtend om te zeggen: Hey guys, uh, dit is wel jullie kans om door te breken. En om ook Henry te worden. Zoals ik ook Henry. As I have become the Henry that I am yeah. today. Ja. ja. en, en, en misschien en, klinkt het heel agressief uh, aggressive zo, Nee, vind, niet. Dat nou, vind nou, ik niet. Dat vind ik totaal is, niet. Ja, dat hoor ik wel eens terug van, ja, maar je bent zo aggressive en je wil je wil altijd het onderste uit de kan. En ja, dat is zo. Ja, ik ga altijd voor de 6 7 800%. Ja. Yeah. Ik ga altijd voor 9 1100% ga ik erin all in. All my fishes go in, weet je. wel. red or black, I don't care. I just go and the roulette's turning and I get my money and I'm stacking like a fucker ass. Shit man. I'm a shit man. Weet je wel? maar jij ook volgens mij. I am a shit man. Goed horloge trouwens. Dankjewel. Klein beginnen. Nee, en er zijn natuurlijk ook, uh, er zijn veel mensen die weten gewoon niet wat ze moeten doen met hun leven. Die ja. laten zich leiden door social media, door ja. misschien ook wel school, um, door nine to 5 jobs. Heel veel mensen luisteren naar hun ouders. Ja, ook dat. Uh, wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Gewoon raak ze in de ziel. Dat is iets wat, um, wat me dan uh, zelf ook raakt. Weet je wel? Ik ben niet, uh, I'm not an emotional guy. Maar als je dat zo zegt, dan moet ik denken aan wat mijn vader tegen mij zei. If you listen to the people you want to listen to, there can't be any things that you don't want to have yourself. So, en dan komt het. Invest, stack your money. It all seems so simple, but just get up and do it. Live your life. Ja. Mooi. Mooi. Ja. Ik zie ook het raadje. Ja, mooi. Goed voorbeeld. Jeremy die, die uh, mailde mij. Jeremy. Jeremy. Jeremy van Naasten. Ja, ja. Uh, dear Henry. Ik ben, ik ben 13 jaar oud. Volgend jaar ga ik naar de tweede. Uh, maar ik heb helemaal geen zin in school. Uh, ik heb uh, helemaal geen zin om daar de dingen te leren die ik daar moet leren. En hem heb ik ook geantwoord van doe het niet. Ga gewoon. Stekken, ga gewoon in finance. Loop gewoon bij een solicitor's office naar binnen en ga kijken wat je kan doen. En zorg dat je die volgers beeld. Zorg dat je een community beeld. Ga gewoon, ga gewoon uh, business life in. Weet je wel, ga gewoon stekken. En hij is nu, uh, hij werkt nu, hij heeft nu een eigen McDonald's. Hij is 15, ja. nee hier zo, zo zie je. Ja, dus It's all is all uh, about the mindset. Nou, precies. Ja. ja. Heel tof, heel tof. Dat, dat vind ik dan ook het mooie. Als ik aan jou denk, dan denk ik aan een ondernemer. Ja. Uh, maar ook, het is ook in één woord altijd humble. Ja. Altijd humble. Ja. Uh, ondanks het succes en, en, en als maar willen groeien, uh, blijf je enorm humble. Ja. En daar kunnen we denk ik allemaal wel wat van leren. Ik denk dat als je niet humble meer bent, de humility ook niet meer um, that obvious is. En dat mensen je dan anders gaan zien. Henry, van met wie vergelijk jij je jezelf? Gandhi. Ja. Ja, ik, ik, wou, ik wou het eigenlijk al zeggen, maar ik denk ik laat hem nog even open. Ja, Gandhi heeft hetzelfde onwrikbaarheid als ik. Hij zei, ik ga dit doen en fuck the rest. Weet je wel, fuck het wat iedereen ervan vindt. Niet letterlijk, maar dit is ongeveer wat ik ervan van opgepikt heb. Ja. Hij was natuurlijk iets minder van het stekken. Als ik eh, puur naar, naar, naar Gandhi kijk, hij zou ook heel veel van jou kunnen leren. Nou, ja, dat denk ik ook. Ja. Absoluut. Sowieso wat betreft uh, humbleness. Weet je, iedereen heeft het altijd over Gandhi. En hij ja, zelf ook, was ook altijd van, ik ben Gandhi. Ja. ja, dat is heel erg Gandhi. Om te zeggen, ik ben Gandhi. Nou, wat ik hem... Uh, ja, kijk, wat hij van mij zou kunnen leren is uh, voeding natuurlijk. Uh, neem je shakes, uh, hit the gym. Ik denk ook vaak bij Gandhi van, bro, do you even lift? Weet je wel. Ja. Los van zijn mindset en los van zijn ability to take people and uh, bring them together in harmony. Voor mij was het gluten. De, de eye-opener. Ja. De eye-shutter eigenlijk. Ja. Hoe is dat voor jou? Want je bent ook heel, je bent heel erg dun. Ja, ja klopt. Ja, dat heeft allemaal met mijn uh, snelle metabolisme uh, te maken. Uh, maar ook dat is een keuze. Ik kan er ook voor kiezen om gewoon de hele dag te vreten en dik te zijn. Ja. En niet uit mijn stoel komen. Ik ja. kies er heel goed voor om gewoon uit die stoel te komen. Ja. Om te gaan sporten. Ja. Uh, in dit geval wel gluten te eten. Maar weet je, fuck it. Ja. Weet je? Whatever works. Precies, whatever, whatever. works. En ja. I don't let the gluten uh, bepaal my life. Ja. Every day is a chance. Ja, dus ook ben je dik. Uh, ja, en wil je dat zijn, prima. Maar ik heb voor mezelf gezegd: I don't want it and I don't buy it. I want money growing, ja. stacking, real estate, NFT's. Um, Be a better man. Ja, en daar hoort die healthy lifestyle natuurlijk erg bij. Het is niet alleen gluten, maar ook verwerkte koolhydraten. Hè? Of onbewerkte koolhydraten. En bewerkte, bijvoorbeeld verzadigd vet. Weet wel al heel lang. Verzadigd is verkeerd. Onverzadigd vet is ook niet goed. Maar het is in ieder geval een chance to... Kijk, een beetje vet is niet verkeerd. Maar als je de hele dag ja, heel veel vet tot je neemt. Dan ergens in je animal brain weet je dat het niet goed is. Maar you want it. You want the sugar. You want the fats. You want the carbs. You want the glutens. Make life matter. Think about yourself and your health, and then you will get to live your best life. Yeah, and that's sort the film... Stand up for your health. Make your hard work, and then you will become the man that you want to be. Become. Snap. You. I'm so bezig with uh, the greater good. And, um... the more people benefiting from my actions. Weet je wel. Dus, dus ja, uh, yeah, come and get it. Come and get a piece of the pie. En ik, ik ben, uh, er is genoeg voor iedereen, weet je wel. Alleen, ik, ik blijf wel bij mezelf. En ja. ik blijf wel true to that which formed me in life. And, um, the things that I have um, made upon myself has become me, and always will be the better part of myself, being the one that will want it, it to be The things that people will see or want to see of my life and ja. of my actions and of my success. Sorry. Af en toe is het gewoon iets makkelijker om in het Engels uit te drukken. Ja, nee, maar ik volg het. Ik vind het heel mooi. Heel tof. Ja. ja, Henry. Uh, Je moet natuurlijk ook heel veel uh, sacrifice uh, investen, ook om jouw uh, brand, Henry, veilig te stellen. Uh, wat zijn die sacrifices? Kijk, mensen noemen me altijd een durfkapitalist. Terwijl dat is niet per se uh, hoe ik mezelf identify with myself. Iedereen denkt van: oh, dan koop ik een, een auto en dan verkoop ik hem door. Oh nee, misschien kan ik daar wel real estate kopen. Misschien kan ik dat huis wel flippen en zo. Op dat level denk ik er helemaal niet meer naar. Ik nee. denk global, ik denk in networks, ik denk in, in uh, people that for me uh, do the things that they want to do. Um, het zijn allemaal um, webs. Ja, je moet investeren. En je moet dus inderdaad durf tonen. Uh, dat moet je ook doen. Je moet lef hebben. Ja, dat is voor mij een no brainer. Nee. Ik, ik heb lef. En sommige mensen, ja, maar je hebt zo'n lef. En mensen, voor mij, <laughs> het, is mijn tweede, het is mijn second nature. Weet je wel. Om, om, um, be bold, be brave, dare to live the life that you want to live. Brave man. Life's too short. Weet je, je moet gewoon meerdere hengeltjes uh, uitwerpen. Weet je, ja. throw them out. Ja. Uh, ga in stocks ga in real estate uh, live your best life ja yeah, it's not about catching the fish it's about throwing the bait into the river juist en dat is het inderdaad dat doe jij ook ja, op, ja. op, op uh, landelijk niveau ja. nou ja Henry, nogmaals heel erg bedankt voor alles en uh, het gaat je goed ja um, ik twijfel er ook niet aan dat, dat jouw growth dat, dat gaat nog beyond ja. wat je nu hebt ja het, ik denk het wel ik, ik weet het zeker 100%. ik, ik voel het ik voel het en ja. um, stay humble Het ja. dat siertje heel mooi dank je wel stay ja, humble dank je wel en <laughs> als ik echt puur kijk um, qua money growing stackings oké nog een keer uh, <laughs> stack je money ja. Yes. <laughs> ja. Ja, st ja stacks. Oh, stacks is echt. Ja. Uh... Okay. Uh, stack is key. Uh, dat heb ik uh, van haar ook, ook meegekregen. Uh, als je stackt, dan. Uh... <laughs> <Sorry>. <laughs> wat is stack eigenlijk? Henry, als ik puur kijk uh, naar de businessman, uh, you are, de mm. yeah? uh, firm, Henry. Yeah. Uh, wat zorgt ervoor dat, dat je niet ook uh, losses en zo meeneemt dat je thuis shut off? ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ